omdat ze het potentiële niet echt waarnemen, omdat ze beginnen aan iets zomaar en dan verliezen ze het heel rap, of ze beginnen aan iets, maar ze zien het potentieel er niet van in en dan raken ze ook heel rap gedemotiveerd. Goed. En het succes start van binnen, en dat weten we eigenlijk allemaal al heel lang. Goed, voor de mensen die dit herkennen, niet zuchten en blazen van, oh nee, toch niet datzelfde. Er zijn me nog een paar mensen berichtjes aan sturen, het lukt niet, gaat niet. Voor mensen die een Apple hebben, blijkbaar is het moeilijker om in te loggen. Goed, dus niet zuchten en blazen van dit kennen we nou. Ik begin hiervan, waarom? Omdat dat de basis is van verkoopstechnieken. En de mensen die dit niet kennen, ga ik daarvoor uitleggen. En vanuit hierop ga ik opbouwen en jullie laten zien wat de val is. Waarom vele grote leiders starten met heel veel enthousiasme en het niet vele jaren volhouden. En dan hun focus weer verliezen op een nieuw project en hun focus weer verliezen naar dat waar ze hun doel opgericht hebben. Maar heel weinig mensen houden dat vol tot aan de top en bereiken dat wat ze eigenlijk gepland hebben, hun doel. En ik ga jullie uitleggen wat de oorzaak daarvan is en dan hoe dat je dat kunt fixen. Natuurlijk, hè? Ik ben iemand die heel praktisch is en alles graag fixt. Goed, de basis begint van de vier types. Je hebt de commander, je hebt de star. Eens kijken of, of jullie mij nu zien. Even nemen, je hebt de commander. Zien jullie mijn cursor? Ja? Oké, okay, goed. Je hebt de commander, je hebt de star, je hebt de humanist en je hebt de diplomaat. Bij de commander draait het vooral om geld. Hoeveel gaat mij dat kosten en of hoeveel brengt mij dat op? Bij de star is het vooral aandacht. Aandacht, die doen van alles om aandacht. Ja? Bij de humanist is het vooral het gevoel. Die zijn heel hard verbonden. En dan de diplomaat, die gaat alles onderzoeken. Nu, het ideale is dat je van al die vier evenveel eigenschappen hebt. Ja, dat is het ideale. Dus vandaar ook, dat vind je in het midden. Dus ik ga het verder uitleggen voor de mensen die er absoluut nog niks van begrijpen. Dus onthoud even deze vier types. De commander, de star, de humanist en de diplomaat. Schrijf je anders dat op, maak dat even dat kadertje, dan kun je zelfs mee volgen. Dus je pak een pen en papier. En dan schrijf je... Eén vakje de commander, één vakje de star, één vakje de humanist en één vakje de diplomaat. Bij de commander zet je geld, bij de star zet je aandacht, bij de humanist zet je gevoel en bij de diplomaat zet je mentaal. Dus die zijn heel, heel analyserend, beredenerend. Yes? Iedereen klaar? Mag ik doorgaan? Zet maar plus, plus, plus. Ik wil niet te snel gaan, zodat jullie mij kunnen volgen. En ik heb nogal eens de neiging om snel te durven gaan. Dus als je die tekening gemaakt hebt, kan je rapper werken. Plus mensen, als je iets opschrijft met pen en papier, dan veranderen er makkelijker neurotransmitters in je hersenen, waardoor je veel makkelijker dingen aanpast in je leven en in je onderbewuste. Dus dat is een trucje. Dus schrijven, niet typen, maar schrijven gebruik je heel veel neurotransmitters in je hoofd, in je hersenen, en verleg je er ook veel. Dus dat is een tip als je echt iets wenst te verleggen. Goed, plus plus, de volgende. Goed, we hebben hier de positieve of opbouwende karaktereigenschappen van de commander. Je herkent een paar mensen hier aanwezig waarschijnlijk. Ik weet niet of de Christian aanwezig is. Ik heb nog niet gekeken. Of Christian aanwezig is, heeft een internet, dat is natuurlijk de grote vraag. Goed, bij een commander, en dat mag je ook erbij zetten, dat zijn leaders, dat zijn trekkers. Ja, je ziet ons Junitski daarbij. Dat zijn trekkers, die zetten iets op poten en die gaan ervoor. Die zijn ondernemend, die zijn mentaal krachtig en delegerend. Mentaal krachtig bedoel ik, die hebben een idee en...
die willen dat doel bereiken en die doen dat ook met de mentale kracht. Oké. Dan heb je de STAR, die zijn inspirerend, activerend, organiserend en creatief. Dan heb je de humanist. Misschien ga ik een beetje te snel. Ik zal het nog rustig aan doen, want ik heb de neiging om snel te gaan. Oké, STAR, inspirerend, activerend, organiserend en creatief. En dan heb je de humanist, liefdevol, inlevend, verbonden, onvoorwaardelijk. En dan heb je de diplomaat, onderzoekend, doordacht, mentaal krachtig. En die durven ook ergens voor gaan, iets uitzoeken, analyseren, beredeneren, organiseren. En geduldig. Die zijn ook zeer geduldig. Die kunnen tot het uiterste gaan om iets op te zoeken. Terwijl andere mensen lang opgegeven hebben, die blijven gaan, die blijven gaan. Ik zeg altijd, een diplomaat, een extreme diplomaat, die gaat tot aan het puntje. En voorbij het puntje. Goed, als jullie klaar zijn, plus, 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 alsjeblieft. Cindy is een van de snelle. Lieve van Herzelen, ook een van de snelle. Oké, ik zal nog 2 secondjes wachten en dan gaan we naar de volgende slide. De volgende slides zijn uiteraard de destructieve karaktereigenschappen. De commander, als die uit balans is, als die extreem alleen maar commander is of weinig star humanist diplomaat, dan is die dominant. Die is afgescheiden, heeft geen contact met de mensen en dieren en planten rond zich. Is functioneel aanwezig. Is vrij parasiterend. Dus dat betekent dat hij bijvoorbeeld zonder problemen arbeiders aan een laag loon kunnen laten werken. Terwijl zij zelf de cash innen. Zijn vrij harteloos dan ook. Denken alleen maar aan zichzelf, met hun eigen bezig. En het gaat om geld. En mensen, commanders, dat gaat om geld. Die starten alles vanuit geld. En dan spreek ik over extreem. Hè? Dus de mensen die extreem in die dat roodvak hier zitten. Dan de stars. Die hebben heel veel problemen, uitdagingen met waardeloosheid. Ze zijn emotioneel onstabiel. Waardoor ze ook afhankelijk worden van anderen die sterker zijn en zijn egoïstisch. Dat lijkt in het begin niet zo, maar die doen alles met een onderliggende agenda voor hun aandacht te krijgen. Dan heb je de humanist, dat zijn pleasers, codependent. Codependent, dat betekent, die doen alles voor anderen maar gelukkig te maken en hou van mij. Vind mij tof. Dan heb die zijn, dat zijn twijfelaars. En ze zijn ondergeschikt en geloven niet in hun eigen krachten. En dan heb je de diplomaten, dat zijn de bedweters, besluiteloos, doemdenkers en vooral meerderwaardig. Die vinden de rest van het volk maar, om grof te zeggen, dommerikken. Ja? Oké, ik ga even wachten dat jullie dat allemaal opgeschreven hebben. En dan zie ik al die plus-plusjes komen. Super, super. Oké, dus hier spreek ik wel over de typische eigenschappen. En je zult zien, als je heel hard maar één vakje hebt, dat je dan heel veel van die eigenschappen hebt, maar ook van die constructieve eigenschappen. Als je bijvoorbeeld twee hebt, dan heb je de combinatie. Je kan je bijvoorbeeld zeggen, commanders, diplomaten, dus mensen die ondernemend zijn, die delegerend zijn, maar ook compleet onderzoekend, mentaal alles onderzoeken en in de detail geduldig alles onderzoeken. Dat zijn nogal vrij afgescheiden, harteloze mensen. Deze mensen bijvoorbeeld, star humanist, dat zijn mensen die in de belangstelling willen zijn, maar als ze dan arme mensen zien, zouden ze hun kleren weg willen geven. Verstaan je? Dat is zo. Dat zijn zo combinaties. Deze combinatie, dat zijn commanders die toch nog een hart hebben, hè? Dus die inlevend zijn. Maar die gaan nooit echt een heel groot succes bereiken, tenzij
tenzij ze dat oké vinden, hoe de rest van de wereld is. Want veel van die mensen die in de top zitten, zijn hier. En als je dan zo'n commander bent, dan heb je er wel wat moeilijkheden mee. Met die harteloze, afgescheiden, egoïstische mensen. Ja. Stel dan als een star, zo, die heeft ook problemen met de top. Die hebben problemen met de top. Die gaan naar de top, maar die komen rap terug. Omdat het daar nogal harteloos en koud voor hen is. Nu kun je ook die combinatie hebben, die combinatie, die combinatie. Ja, je kunt van alle combinaties hebben. Het ideale is dat je ze alle vier hebt. Ja, dan ben je in balans. Goed, de volgende. Hoe ga je nu in, hoe zeggen ze, in de verkoopstechnieken, hoe ga je die mensen moeten benaderen? En dat weten de mensen die veel cursussen hebben gedaan al heel goed. De commander, die moet je gewoon voor zorgen dat hem zijn geld niet wegsmijt. Hè? Die denkt erover na, van het moet waar voor zijn geld zijn. Ja, dit voeteltje hier zegt genoeg. Geld niet weggooien. Dus daar is altijd het nadenken van het aanzien. Wat denken de mensen van mij? Zien de mensen mij staan? Kijk eens wat ik kan. Kijk eens wat ik bereikt heb. Een humanist die kan niet alleen beslissingen nemen. Dus die moet geholpen worden. Die moet je tegen zeggen van, hè, brengt uw zus of uw broer mee of uw beste vriendin en die gaat met u beslissingen nemen. Ja. Dus die is aan het denken over zijn aanzien, van wat kan ik daarmee kopen en wat kan ik daarmee bereiken, zodat mensen kunnen zien dat ik succesvol ben of dat ik dat kan kopen. Deze denkt na over waar mijn geld, deze moet geholpen worden in beslissingen en dan deze die moet je van puntje tot paaltje alles uitleggen. Ja, die moet de feiten hebben. En als hij de feiten heeft, dan maakt hij beslissing op wat het beste voor hem lijkt of haar lijkt. Yes? Dus als je zo iemand binnenkrijgt, dan zeg je, man, dat gaat u goed staan, of dat gaat, wauw, dat past bij u. En amai, wat gaan de mensen wel denken, wauw, dat is echt, dat gaan ze u echt wel goedkeuren. Als je bij die mensen dat zegt, dan heeft hij zoiets van, kom mij daar niet mee af. Wat kost mij dat en hoe lang gaat dat mee? Als je die tegen die zegt, dat pakt helemaal niet. Die gaat zoiets zeggen van, ik kom wel morgen terug en die brengt iemand mee om een beslissing te nemen. En dan deze die gaat vragen, ja maar, waarom is dat zo goed? Wat doet dat? Of waar is dat van gemaakt? Of hoe lang gaat dat mee? En hoe komt dat? Dus die gaat heel veel analytische vragen stellen. En dat geef je dan ook. Als je natuurlijk mensen hebt in combinatie, dat ga je moeten aanvoelen. Of je moet die types helemaal goed kennen. Dan herkent je dat heel goed. Ik heb dat 3 dagen geleden aan een 6-jarige uitgelegd. Gewoon uit test. En dan heb ik een winkeltje met hem gespeeld. Ik kwam Lego spelen en ik ging een typetje spelen. En die wist perfect hoe die mij moest aanpakken. Dus ik had zoiets van, wauw, als ik dit een 6-jarige kan aanleren, kan ik dat iedereen aanleren. Dus mensen die daar meer informatie over willen, ik wil u dat heel graag aanleren. Goed, mag ik naar de volgende slide? Hier is niet veel over te schrijven. Ja, jullie kunnen wel notities neerschrijven. Schrijven is altijd het beste, hè, mensen. Oké, dus wat heeft dat te maken met potentieel en activatie? Nee, dat vraagt zich iedereen waarschijnlijk af, want ja, wat heeft dat er nu mee te maken? Oké, als jij een beslissing neemt en ondertussen heb je wel kunnen ontdekken welke types in jou zitten, ja, als jij een beslissing neemt, dan doe je dat vanuit 1 van die 4 of 2 van die 4 of 3 van die 4. Ja, ik ga over mij even een voorbeeld geven. Ik ben een commander, humanist, diplomaat. Mijn star is de zwakste. Dat ziet je nu ook weer. Mijn camera valt uit. Dat is niet voor niks. Ik vind dat niet zo leuk in de belangstelling staan. Dat is mijn zwakste. Daar moet ik mij overheen zetten. Dat is niet iets dat ik met UPIA doe. Ik doe dat wel. Maar dat is niet mijn sterkste. Dus ik ga nooit denken van, oh ja, daar krijg ik aanzien voor. Als ik veel geld verdien, dan ga ik grote wielen kopen of een gele Ferrari. En dan ziet mij iedereen en dan ziet iedereen dat ik veel geld verdien en dat ik succesvol ben. Dat is het laatste wat er in mij bovenkomt. Het eerste wat er in mij bovenkomt, is het wel goed voor het milieu. En het tweede is dat ik ga zoeken van, tja, waar kan ik helpen? Hoe kan ik dat hier
veranderen. En het derde ga ik onderzoek doen. Onderzoek, 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 uitzoeken, uitzoeken. Tot op het puntje. Niet voorbij het puntje, maar toch zeker tot op het puntje. Nacht en aan een stuk. Dat heb ik ook met Skyway gedaan. Skyway werd ik onmiddellijk verliefd op, want wauw. Eindelijk een ander transportsysteem. Dat was al lang nodig. Ik hou van auto's, van snelle auto's. Al heel mijn leven lang. Ik kon al auto rijden voordat ik ooit een auto gereden heb. Maar die vervuiling, mensen. Ik heb mijn eigen auto verkocht, gewoon omdat ik niet, mijn geweten niet kon meer goed spreken dat ik nog een auto had. En dan ben ik op zoek gegaan naar oplossingen. Ik heb 3 jaar in het bestuur gezeten van Natuurpunt Antwerpstad en oplossingen gezocht. Niet gevonden. En ik ben blijven zoeken en blijven zoeken en blijven onderzoek doen. En dan kwam ik Skyway tegen. Dat heb ik natuurlijk tot op het puntje onderzocht. Ik heb mij daarin gesmeten, omdat ik wist, dit was mijn drijfveer. Zie je? Dit was mijn drijfveer. Niet om in de belangstelling te staan, totaal niet. Dat is erbij gekomen. En dat was niet zo mijn favoriete bezigheid, maar ik neem het erbij omdat deze heel belangrijk is voor mij. De natuur. Een andere manier van transport. En nog heel snel, liefst. Hè? En Skyway gaat heel snel. Goed, oké. Dus, van waaruit neem jij een keuze? Schrijf dat op. En zijn maar gewoon eerlijk tegen jezelf. Niemand leest jouw notities. Eerlijkheid, dat is het enige wat u in verandering kan brengen. Dus, gaat het gewoon, Skyway gaat het gewoon om geld? Dat is oké. Hebben ze zoiets van, ja, kan ik op een podium staan en dan kan ik van alles vertellen en Skype-meetings doen en mensen zien mij en zien wat ik mee bezig ben en vinden dat fantastisch? Is het, wauw, wat kunnen wij hier voor het milieu mee doen? Dat is fenomenaal. Ziet dat heel de wereld op die manier zich gaan transporteren? Wauw. Of heb je het zo hard onderzocht en vind je dit het beste systeem dat je ooit bent tegengekomen? Totdat je natuurlijk een ander systeem tegenkomt. Maar dit is jouw drijfveer. Je hebt zoiets van Skyway. Ik heb dat technisch helemaal onderzocht. Man, dat zit zo geniaal in elkaar. Daar sta ik achter. Dus je kan kiezen. Je kan ook een beetje van een paar dingen hebben, maar dit is jouw motivator. Dit is jouw activatiecode. Mensen, dit is jouw activatiecode. En dat is niet alleen bij Skyway, maar dat is bij alles zo. Elke beslissing neem je vanuit een emotie. Alles neem je vanuit, alle beslissingen neem je vanuit een emotie. Dus als hier en deze zegt, wauw, dat brengt veel geld op, dan activeert hij. Dat brengt veel aandacht mee, dan activeert hij. Dat brengt veel goeds voor de natuur, dan activeert hij. En dat brengt veel positieve dingen op. Voor mezelf, voor de wereld, voor dan, dit is het beste tot nu toe, dan activeert het diplomaat. Ja? Is dat duidelijk? Plus plus graag. Als ik naar de volgende slide mag gaan. Want ik babbel wel veel. Yes. Alright. Dus jij weet ondertussen. Hoepla. Ben ik weg? Aha. Oké, daar ben ik terug. Jullie zien mij? Plus, plus, plus alsjeblieft. Sophie plus plus. Horen jullie mij nog? Of? Ja? Oké, goed zo. Oké, dan ga ik verder. Oké. Ja, wij horen nu. Oké, goed. Oké, dus hier zijn de gedachten die jou activeren. Of, commander, wat brengt mij dat op? Of de star. Zullen de mensen van mij denken? Of de humanist, als het maar goed is met de anderen, hè, als het goed gaat met de anderen, de natuur, de andere mensen, de mensen waar ze van houden, de dieren.
Of als het maar het beste is. Hè? Is dat nu het beste of dat is het beste? Dat is jouw activator. Je mag dat gerust opschrijven, zodat je achteraf nog eens kunt terugkijken. En dan ga ik naar de volgende slide als dat oké is. Wacht op de plusjes. Yes. Lieve is een snelle. Oké, Cindy. Oké, let's go naar de volgende. Wat is nu je ondergang? Waarom houden mensen hun doelen niet zo lang vol? Waarom hebben de mensen een enorm enthousiasme voor iets soms en beginnen aan iets? Waarom gaan de mensen denken, oh, dat zou een goed idee zijn, maar doen er niks mee? Hoeveel mensen van jullie hebben niet fantastische ideeën? Je wordt 's morgens wakker met, yes, wauw, dat is een goed idee, dat ga ik doen. En het komt er niet van. Omdat je vanuit iets start. En ik ga jullie dat uitleggen. En dat is jullie dan, jullie ondergang. Oké, dus langdurige activatiecode is niet, wat brengt het mij op? Is niet, wat zullen mensen van mij denken? Is niet, als het maar goed gaat met de ander, is niet, dat is het beste. Maar, dat zijn egovallen, dit is een egoval die je vastzet na een tijdje, zijn niet sterk genoeg, hè? Die vier basissen, die zijn niet sterk genoeg om langdurig door te gaan, waardoor je weer nieuwe uitdagingen zoekt. Altijd meer en meer, dat is een egoval, noemen mensen dat. Vandaar hè, dat fotootje van die gast die daar vast zit. Mega inzicht, zegt Vivian. Dankjewel Vivian. Daarom doe ik dat, om mensen inzicht te geven in waaruit ze starten en wat de vallen zijn van het egotje. En je ziet, hè, die mensen is, op dat fotootje is het niet gelukt nu. Als ik die zag, dacht ik, ja, dat is eigenlijk hoe een mens zich na een tijdje voelt. Maar waar heb ik mij in vastgezet? En ik wacht op de plusjes. Er zijn nog een paar mensen die mij proberen bereiken via Skype. Vandaar de geluidjes. Oké, al die plusjes. Alright, goed. Dus en dit is heel duidelijk foto. Hè? Dit is absoluut. Hè? Die starten vanuit die vier. Die vier types starten is absoluut niet bevredigend op lange termijn, waardoor je focus en je doel verliest. Hè? Mensen verliezen hun focus, komt iemand anders af met een nieuw idee en ze zijn al verdwaald, ze geven het al op. Of je vertelt jouw idee aan iemand en die zegt, ja, zet je er wel zeker van? Dat gaat toch veel geld kosten? Of, amai, dat is niet evident. Kent je al iemand die u daarin kan helpen? En die brengen u in onzekerheid. Die geven u destructieve ideeën. En je bent al vertrokken. Je bent uw doel aan uw focus al kwijt. En zo komen zoveel mensen nooit tot dat waar ze echt achter willen staan. En echt doel. En dwalen ze maar wat rond. En zijn ze ontevreden met hun eigen leven en wat ze zoal bereiken. Nu, wat geeft die kracht dan wel? Nu zijn jullie nieuwsgierig, zeker. En ik vraag dat nu even aan u. Wat werkt langdurig? Geef mij eens ideeën. Geef mij eens jouw gedachten daarover. Jouw gevoel daarover. Schrijf iets dat wat nu in uw hoofd opkomt. Niet te lang over nadenken. Wat werkt langdurig? Wat jij al ervaren hebt in jouw leven. Durft iemand dat neerschrijven in de chat? Vertrouwen. Mm-hmm. Positieve mensen. Oké. Okay. Waarom dat er iets... Het waarom dat je iets doet. Ja. Ander helpen en dankbaar. Oké. Okay. Bij de juiste mensen zitten. Oké. Okay. Positief denken. Respect. Vooruitgang. Oké. Okay. Een goed gevoel. Alright. Oké, super, super, super. Alright. Ja, verbondenheid. Absoluut. Nog iemand iets? Word ik er zelf ook beter van?
Oké. Het is inderdaad niet alleen maar de wereld, het is ook jij in de wereld, jijzelf in de wereld, nog mensen. Absoluut stilte, dan gaan we verder. Wel, basis van succes is jouw innerlijke communicatie. Meer specifiek, vandaag gaan we het hebben over jouw eigen beeld. Ik ga dat opbouwen, die innerlijke communicatie, in 3 stappen. Drie avonden. Vandaag gaat het specifiek over jouw eigen beeld. Ja? Oké. Veel mensen hebben een veel te laag eigen beeld. Nu ga ik u dat even uitleggen, wat dat juist is en hoe dat in elkaar zit en hoe je dat opgebouwd hebt. Want iets dat je opgebouwd hebt en niet tevreden mee bent, moet je eerst leren kennen om het te kunnen afbreken. He, als je een huis gebouwd hebt en dat zit niet goed, zo goed in elkaar, he, je koopt een tweedehands huis, je koopt een huis dat al een bestaand huis, dan zoek je ook eerst de plannen en weten wat er allemaal zit en waar het allemaal zit. Dat ga ik u nu even uitleggen. Mensen met veel succes in hun leven hebben een positief eigen beeld. Mensen met weinig succes in hun leven hebben een negatief eigen beeld. En dan spreek ik niet over het bewuste. Dan spreek ik over het eigen beeld in het onderbewuste. Ik ga jullie dat uitleggen. Je hebt 2 eigen beelden in jouw leven gemaakt. En dan spreek ik over dominante eigen beelden. Je hebt hier en daar nog wel wat bijgeschaafd, maar 2 dominante eigen beelden. 1 maakte je als kind. Dat is jouw eerste eigen beeld. En dat is meestal gevormd door jouw opvoeders, door jouw DNA, door levenservaringen. Ja, en dan spreek ik over een kind onder de 12 jaar. Maar vooral in de eerste 5 levensjaren begin je je eigen beeld te maken. En dat wordt nogal vrij hard bepaald door de verwoordingen van de mensen rondom jou. Bijvoorbeeld als je mama of je papa of de meester of de juf tegen jou zegt van jij bent slordig. Wat heb je dan weer slordig gedaan? Of jij bent luidruchtig. Of jij bent lui. Zeg, doe dat nu eens te goed. Maak dus je kamer zuiver, want jij bent toch lui. En je krijgt dat heel veel te horen op jonge leeftijd. Een kind is gelijk een spons en dat gaat erin. Ja. Jij liegt veel, bijvoorbeeld. Ah, heb je nu weer gelogen? Terwijl je bijvoorbeeld diplomatisch probeert te zijn en iemand op de tenen te trappen en een van je ouders ervaart dat als liegen. Dan komt er wel, dat komt echt wel binnen. En de kinderen beginnen dan een eigen beeld op te bouwen. Nu, je kan ook fantastische ouders hebben en die jou motiveren en activeren en op hemelen, niet negatief gezien, maar dan kan je ook een positief eigen beeld hebben. En als puber maak je een tweede eigen beeld. Vandaar dat sommige pubers compleet een identiteitscrisis krijgen. En ik ga jullie ook uitleggen hoe dat komt. En dat is dat dit geldt voor iedereen. Ja, je maakt 2 eigen beelden. Oké, nog een praktische uitleg. Je hebt dus je onderbewuste en je hebt je bewuste. Je ziet de grootte. Het onderbewuste is een massa-opslagruimte en jouw bewuste is eigenlijk maar een klavier. En dus het onderbewuste is de kapitein en het bewuste is maar de stuurman. Dus de kapitein beslist waar je naartoe stuurt. En die andere die staat aan het stuur, maar die beslist totaal niks. En dus jouw eerste eigen beeld zit in jouw onderbewuste. Het tweede eigen beeld zit in jouw bewuste. Dus het eerste eigen beeld heb je gemaakt in jouw eerste levensjaren. En het tweede eigen beeld heb je gemaakt vanaf je puberteit. Dus je ziet, deze heeft een enorme impact, die heeft veel minder. Dan gaan we naar de volgende slide. Als jouw eerste eigen beeld er zo uitziet, heb je en je ouders hebben jou gemotiveerd, geactiveerd en gestimuleerd, dan is jouw tweede eigen beeld bijna hetzelfde en die communiceren heel makkelijk met elkaar. Ja, er is geen innerlijk conflict of geen enkele vorm van conflict, want je bent eigenlijk gelukkig met de persoon die je bent en iedereen is ook graag bij jou. We kennen zo ook wel mensen die zo van alles ondernemen en dat gemakkelijk met alle
iets doen en die dan ondertussen ook nog van alles anders kunnen doen. En dat lukt hun allemaal. Die hebben geen angsten, die hebben geen tegenslagen of weinig. En als die tegenslagen hebben, die krabbelen rap recht en die gaan verder. En dan de grootste groep, dat zijn deze. Die hebben een innerlijk conflict al. Dus die hebben als kind al benoemingen binnengekregen van hun ouders, opvoeders, ervaringen meegemaakt die al wat minder leuk zijn. Dus die hebben al een niet zo tof eigen beeld niet meer van hun eigen. En in de puberteit gaan die daar tegenin. En die gaan hun oud eigen beeld proberen vervangen. En die twee die vechten tegen elkaar. En zo kennen we mensen genoeg. En de meeste mensen zitten zo in elkaar. Afwijzend, veroordelend. Kritiserend op zichzelf, op anderen. En dan het derde. Dat zijn mensen die in hun jonge jaren dingen hebben meegemaakt die een kind niet mag meemaken. En dingen hebben ervaren die een kind eigenlijk niet mag meemaken. En die geraken dan in... die blokkeren de toegang. Je ziet daar een grote kruis erover. Dus dat bewuste, dat is dan plots de kapitein geworden. Dat onbewuste, dat mag niet meedoen. Maar dat is wel nog altijd de baas. Dus die gaan dat proberen verdoezelen. Heel dat onderbewuste met verslavingen. Alle soort verslavingen. Zo kent je er ook waarschijnlijk genoeg. En die mensen komen meestal bij mij binnen op therapie. En voor die mensen de grootste uitdaging is dit poortje open doen. Ik was ook zo iemand. En dit poortje open doen was voor mij heel intens. Daar had ik heel veel schrik voor. Maar ik ben heel gelukkig dat ik dat open gedaan heb. En ik ben gaan zien wat hierin zit. Want dat viel eigenlijk allemaal nog mee. Het ego maakt het natuurlijk verschrikkelijk erg. Maar als je er hier aan begint... Je ziet jouw eigen persoonlijkheid heel hard veranderen. En dan is het ook gedaan met de verslavingen. Goed, volgende. Wat gebeurt er nu met die twee laatste? Dus diegene die al serieus wat negatief eigenbeeld heeft en degene die getraumatiseerd is. Als puber gaan die in compensatie. Die gaan oplossingen zoeken voor dat eerste eigenbeeld weg te duwen. En raar maar waar, waar gaan ze naartoe? Wat is voor mij belangrijk? En hier hebben ze. Zie je de val? Het is pure compensatie. Pure compensatie. Ja, de ene gaat dat oplossen met geld. Een ander gaat dat oplossen met aandacht. Een ander gaat dat oplossen met zichzelf volledig weg te cijferen. En iemand anders gaat volledig in de mentale, analytische wereld zitten. En dat is pure compensatie. Dus dat komt niet vanuit uw diep gelukzalig gevoel. Dat is puur compensatie om dat onbewuste, onaangename weg te proberen drukken. En je blijft dat een tijdje volhouden. Het ligt eraan hoe goed je bent in doorzetting en in wilskracht. Maar het is jouw eigen ondergang. Je lichaam gaat eraan kapot. Zeker weten. Ik kan ervan meespreken. Ik heb mijn lichaam verschillende keren bijna kapot gemaakt daardoor. Ik heb een enorme wilskracht. Dus dat is gaan met die banaan totdat het lichaam erbij neervalt. En dat is nog altijd een val van mij. Dus ik moet daar nog altijd heel hard mee oppassen. Maar ik ben mij er heel hard van bewust. Dus die compensatie, daar gaan we niet meer vanuit starten. Dat deed ik vroeger. Ja? Vroeger was ik vooral beest, humanist en diplomaat. Dus ik onderzocht alles en ik gaf alles weg. Of mij dat geld opbracht, dat interesseerde mij niet zo. Daar had ik geen moeite mee. Ik ben nooit in tekort opgegroeid, dus ik kende tekort niet. Dus ik kon dat ook niet scheppen. En dan, ik was totaal muurbloempje, mij zag je niet staan. Ja, deze heb ik heel hard moeten opkrikken. En dat was nog allemaal compensatie, heb ik dan uiteindelijk nog ontdekt. Maar ik ben wel blij dat ik deze vier types, dat ik dat ooit heb ontdekt... Dat compensatiegedrag ooit ontdekt ook heb. Dat is heel interessant om te ontdekken waar je jezelf ingezet hebt. Hoe je oplossingen gezocht hebt voor die trauma's of voor dat laag eigenbeeld. Ja.
Dus is dat te snel, mensen? Kunnen jullie notities nemen? Moet ik even nog iets herhalen? Ik kan ook slides teruggaan. Laat mij iets weten. Geen probleem. Nee, oké. Jullie zijn natuurlijk heel nieuwsgierig wat ik nu ga zeggen. Wat is dan wel de oplossing? Je kan nooit alles noteren, inderdaad. Alright. Ik wil deze nog wel opnieuw geven binnen 2 maanden of zo. Oké, goed, de volgende. Dus als volwassenen, here you go. Ja, daar hangen ze. Dat is heel hard ontkrachtend, uiteindelijk. Wat is dan wel de oplossing? Ik hou jullie in de dingen. Voilà. Wie wens ik als mens te zijn, is zeer belangrijk. Niet wat ik doe, maar vanuit welk gevoel start ik. En daar ga ik jullie een beetje in begeleiden. Als ik dat mag, als jullie dat toelaten, als jullie dat leuk vinden, dat ik jullie daar mag in begeleiden, want dan gaat je ook een shift doen. En we gaan dat dan ook toepassen op Skyway. Want uiteindelijk, dat is een groot hart. Allee, daar ligt mijn hart heel hard. Dus daar doen we het voor. Goed, oké. Dus het is niet wat ik doe, maar vanuit welk gevoel start ik. En hier heb ik een kleine keuze. Ja. Je hebt er 26. Ik heb er hier de dominantste opgeschreven. Doe ik iets vanuit een tekort of vanuit een overvloedsgevoel? En dat is vooral voor de commanders. Ja, als de commander denkt, oei oei, ik moet hier dringend geld verdienen, want ik krijg er niet genoeg binnen. En die begint met een job, die begint met Skyway, die begint met een onderneming, weet ik veel wat. Dan gaat hij dan niet lang volhouden en die komt terug in tekort. Afgescheiden, ja, diplomaten, die gaan zich alleen voelen, die willen onder de mensen komen. Die beginnen vanuit afgescheidenheid, die komen er terug in terecht. Meerderwaardigheid, ik ga het hier eens even zeggen, bij de politiekers heb je er zo wel zitten. Je herkent het misschien. Ja, dat is... wij zullen het hier eens oplossingen zoeken, want jullie zijn maar huppleks. Sheeples noemen ze dat, sheeples. People, sheep, de sheeples. Doe je dat vanuit een verlies? Angst om jouw levensstijl te verliezen? Angst om een geliefde te verliezen? Want die wil dat je een inkomen hebt. Dat kan allemaal. Ik heb zo wel wat verhaaltjes gehoord. Dat mensen uit elkaar gaan als ze financiële problemen hebben. Doe je dat vanuit wantrouwen? Ja, dat je andere mensen niet vertrouwt en dat je het liever zelf doet? Dus start je een bedrijf, start een onderneming en je doet het liever allemaal zelf. Doe je het vanuit ongeloof dat het, ja, dat het toch niet meer zomaar op de bomen groeit en ik moet het zelf doen. Dus ik geloof niet dat ik het gelukkig kan zijn zonder hard te werken of zonder... je doet het vanuit dat gevoel. Doet het vanuit waardeloosheid, van ja, als ik niet veel geld heb, gaan mensen mij niet zo tof vinden. Ik heb ooit dus als kind gedacht, letterlijk, van oké, als dan iedereen mij haat, dan ga ik kei veel geld verdienen en dan vinden mij mensen toch nog tof. Ik weet nog heel goed wanneer ik die gedachte heb gehad. En dan was ik jaar of 7. Dus gelukkig ben ik daar niet ingetrapt. Uiteindelijk kon ik dat dan na een tijdje door dat het toch niet werkte. Start je vanuit twijfel van, ja, is het dat wel? Kom, we gaan dat eens eerst uittesten. We zullen eens kijken of dat werkt. Als je het niet gedaan hebt, dan kun je het niet weten. Ja, dat is twijfel. En dan uit harteloosheid van, I'm the best, I'm the greatest. En ik zal die anderen allemaal eens laten zien wat ik hier kan. En we gaan hier eens goed parasiteren en ik lag in mijn vuistje als ik er weer een binnen heb gehaald en een goede commissie op verdiend heb. Zo kennen we er ook. En dan miscommunicatie. Ja, dat mensen
niet kunnen hunzelf vertellen wat ze willen en het dan maar starten en ondertussen zien wat er gaat gebeuren en of het naar buiten brengen in een boek bijvoorbeeld of in een kunstwerk, omdat ze het niet kunnen zeggen. Dat is van miscommunicatie, dan gaat u niemand begrijpen. Of vanuit dom, dat je denkt van ja, ik moet hier mijn eigen bewijzen, want ik zal hier een paar diploma's aan de muur moeten hangen, want zo slim voel ik mij niet. Dus dat zijn er maar een paar. Hè? Hebben jullie dat door wat ik bedoel? Dus het is natuurlijk de bedoeling, ja. Ik zie al die ja's, dank je voor die interactie en jullie reactie. Heel veel inzicht. Oké, super, goed. Dus het is de bedoeling dat je vanuit het veel en delen, het verbonden, ja, en waardoor je ook weer kunt delen, is het niet overvloed van geld, dan kan het overvloed zijn van energie, inspiratie, aandacht, ja. Dat is ook met verbondenheid. Als je je verbonden voelt, dan ga je mensen opliften, dan ga je jezelf opliften, dan ga je kracht vinden om door te zetten, om anderen mee te sleuren. Ja. Evenwaardigheid, zeer belangrijk. Als je met iets start, voel je nooit meer. Ik heb jaren cursussen gegeven met schuldgevoel, omdat ik heel veel informatie doorkrijg en die informatie doorgeef. En me schuldig voelde dat ik die informatie door kon geven en wist, en die anderen nog niet. Raar, maar waar. Nu voel ik mij evenwaardig. Ik ben een informatiebron, ik kan heel veel informatie doorgeven, maar ik heb bijvoorbeeld nooit aan kinderen durven beginnen. Ik heb bijvoorbeeld nooit een eigen huis gekocht, omdat ik daar een blok aan mijn been zou gevonden hebben. Omdat ik wou mijn vrijheid hebben. Ik wou kunnen doen en laten waar ik naartoe wou gaan. Zie je? Dus evenwaardig betekent, iedereen heeft zijn talenten, iedereen heeft zijn kunnen en we delen met elkaar. Vanuit gewin, hè, als je met iets start, dan heb je, start je best vanuit yes, dat yes gevoel. Van wauw, deze gaan we voor, deze gaan we winnen. In plaats van, we zullen zien of we niet gaan verliezen. Ja, het is vanuit gewin starten. Vertrouwen. Vertrouwen op je eigen krachten. Vertrouwen op je eigen intuïtie. Vertrouwen op je eigen talenten. Vertrouwen op, in de firma. Belangrijk. Vertrouwen op wat je neer gaat zetten. De mensen waar je mee samenwerkt. Zeer belangrijk. Minderwaardig kan ook tegen meerderwaardig. Nee, dus minderwaardig en meerderwaardig, dat is niet tegenovergestelde. Je hebt minderwaardig en evenwaardig en meerderwaardig en evenwaardig. Dus evenwaardig is het tegenovergestelde van minder en meerderwaardig. Evenwaardig. De liefde is evenwaardig, niet minder of niet meerderwaardig. Dus, dan heb je geloof. Je start vanuit geloven in je eigen krachten, geloven in je eigen inspiratie, geloof. Hey, als ik deze cursus zou doorgeven en ik zou niet geloven dat jullie bijvoorbeeld mij verstaan, of ik zou niet geloven dat iemand daarin geïnteresseerd is, of ik zou niet geloven dat mensen dit niet leuk zouden vinden, dan zou ik alleen, dat zou geen activator zijn. Als ik dan in actie zou komen, dan zou ik mezelf ondermijnen. Ja. En dan hier heb je weer evenwaardigheid, zeer belangrijk. Standvastig. Als ik een doel voor ogen heb en ik laat mij binnen de kortste keren afleiden door iemand anders zijn inspiratie of zijn angsten. Vooral mensen projecteren vooral angsten op u, hun angsten. Ik weet nog, als ik zoveel jaar geleden het centrum gestart ben, aan een rechtvaardige prijs, dus mensen mochten donaties geven voor alles. Zelfs een tasje thee, een cursus, een persoonlijke sessie, een massage, alles. Mijn omgeving ging tekeer.
Mijn omgeving zei, dit is uw ondergang, wat? Je hebt 1300 euro kosten per maand, dat gaat u nooit lukken. En mensen gaan van u profiteren, bla bla bla. En ik heb toch doorgedreven, want ik geloofde dat. En ik voelde dat ik dat kon manifesteren. En ik vind het heel belangrijk dat mensen eerlijk zijn met geld. En dat kan je als je overgaat tot donatie. En dan liefdevol natuurlijk, als je harteloos iets start, niemand gaat het bij je volhouden. Dus je komt er uiteindelijk toch alleen maar voor te staan. En niemand heeft er na een tijdje interesse in. Tenzij het allemaal mensen zijn die mee parasiteren op je succes. En dan heb je communicatie. Dat is zeer belangrijk. Ik heb het ook moeten leren. Ik ben nog therapie gaan volgen voor te communiceren. Nu kan ik heel goed babbelen. Ik ben er ook zeer blij voor. Maar vroeger kwam er geen woord uit mijn mond. En dan was dat ook een verschrikkelijke situatie in mijn leven om met mensen om te gaan. En dus start vanuit communicatie, dat mensen jou vanuit het gevoel van mensen begrijpen mij. Ik kan mij verwoorden, ik kan mij duidelijk maken, ik bereik mensen. Vanuit dat gevoel starten, zeer, zeer belangrijk. En dan vanuit wijs, kijk, iedereen heeft zijn wijsheid. En als jij vanuit een gevoel van wijsheid start, oké, je komt wel dingen tegen die je niet weet. En zo wat? Je bent nooit te oud voor te leren en leren is leuk. Als je leren erg vindt, als je leren definieert met minderwaardig, dom, waardeloos, ondergeschikt, dan ga je dat leren uit de weg en dan ga je niet rap evolueren. Maar als je wijs bent, dan weet je dat je nooit alles kunt leren wat je hier kunt op de wereld leren. Er is zoveel nog om te leren. En je weet niet eens wat je allemaal nog kan leren. En dat is wijsheid. Dus wijsheid is eigenlijk altijd verder blijven evolueren. Is dat een beetje duidelijk? Dus uw basis is belangrijk. Uw basis is belangrijk. Uw basis. En nu bekijken ze even. Nu gaan we Skyway pakken. Uiteraard. Mijn favoriete bezigheid. Vanuit wat start je dan? Vanuit wat heb je aandelen gekocht? Allee, we mogen niet zeggen aandelen. Het zijn nog altijd opties. Waarom heb je jouw geld geleend aan Unitsky? Vanuit wat ben je gestart? Ben je gestart van ik heb tekort en dan gaat mijn geld opleveren? Of ik heb overvloed en ik deel met hem. Dat is een groot verschil. Ben je gestart vanuit geloof? Ik geloof in dat project en dat gaat helemaal ervoor gaan. Ik krijg dagelijks zoveel berichtjes van Kaat. Gaat Skyway nog door met de lockdown? Je kunt niet weten hoeveel berichtjes ik krijg. En opnieuw moet ik uitleggen, ja, we zijn in Belarus niet in lockdown, daar gaat de fabriek werkt gewoon door. De president van Belarus heeft gezegd, drink maar eens af en toe vodka en ga maar eens regelmatig naar de sauna en dan is die virus ook dood. Dus ze zijn gewoon blijven verder gaan. Dus onze fabriek is niet gesloten en gewoon blijven verder gaan. En opnieuw, dus dan hoor ik dat ongeloof. Als ik niet in Skyway geloofd zou hebben, zou ik niet begonnen zijn. Jamais. En zou ik mijn tijd en energie niet ingestoken hebben. Ik heb er al zoveel energie in gestoken. Zoveel tijd. Ik ga soms door. Vannacht was het 4 uur. Voordat ik ineens verschrok. Oh, 4 uur. My god, ik moet nog slapen. En om 9 uur had ik terug een infosessie. Dus... Hey, dat is, als ik daar niet in zou geloven, zou ik dit ook niet kunnen volhouden al zoveel jaren. Yes? Dus het is... Waar start je uit? Waar start je uit? Ik ben even aan het lezen wat mensen willen schrijven. Prins respect. Ja. Oké. Betere wereld waar ik zelf ook een hefboom creëren voor mijn droom, zeker weten. Vanuit het natuurlijk aspect en geloof erin, voilà. Alright, dan gaan we naar de volgende. Oké, dus hoe voel je je van binnen? En dat is niet alleen
in je eigen veld, maar ook hoe voel je je van binnen in je eigen leven en in de wereld. Dus hoe voel je weer, ik ga weer Skyway als voorbeeld nemen, hoe voel je in je veld tegenover Skyway? Heb je joepie-ja-jee gevoel, heb je yes, geloof, kracht, vertrouwen erin, voelt je waardevol dat je mee aan dat project hebt kunnen doen in jouw leven? Waar je, dat ligt op je tong, je kan er niet over zwijgen. Wauw, dit is fantastisch. En je deelt het met de mensen en ja, de mensen in jouw leven. En dan in de wereld, je kan al zien. My god, geen vliegtuigen meer. Geen auto's of veel minder auto's. Er gaan heel wat straten niet meer nodig zijn. De asfalt kunnen we wegdoen, we kunnen daar weer groen van maken. Kun je je voorstellen in de wereld? Wauw, zo van die dingen. Ja? Dus niet alleen binnen in jouw eigen vel dat je een goed gevoel hebben, maar ook in jouw leven en in de wereld. En dan geef ik jou een praktische oefening. En dan gaan we ons eigen beeld opkrikken. Ja? We gaan ons eigen beeld opkrikken. Oké, dan vraag ik jullie even te ontspannen. Zijn jullie op je gemak, al zit je in een zetel of een stoel, even ontspannen. Even een paar keer diep in- en uitblazen. Inademen en uitblazen, bedoel ik. En dan sluit je je ogen. Ah, ik zie een spellingsfout staan. Ja, na een tijdje als je die slides maakt, zie je de spellingsfouten niet meer staan. Dus maakt niet uit wat je onderneemt. Goed, oké. Alright. Je ogen zijn gesloten. Je bent in rust. Dan zie jezelf staan in de persoon die je nu bent. Hoe dat je eruit ziet, hoe je je voelt in de wereld, hoe je voelt in je vel, hoe je voelt met de mensen rondom jou. En nu met de lockdown zijn er wel heel wat mensen die het anders willen. En er zijn heel wat mensen die tot inzicht zijn gekomen dat ze het anders wensen. Maar er gaan ook heel veel mensen gewoon in oude patronen terugvallen. Als ze niet hun eigen beeld opvoeden. Want dat is wat we eigenlijk doen. We voeden ons eigenlijk continu op. Want de wereld is niet stilstaand en er is niets in het universum stilstaand. Dus we zijn continu in verandering. En dat moet je ook van binnen doen. Veranderen. En mensen die zoveel cursussen volgen over zelfontwikkeling, die weten dat. Dus ogen dicht, je ziet jezelf staan, je bekijkt jezelf. Hoe die zich voelt in de wereld, hoe die zich voelt met de mensen, hoe die zich in zijn vel voelt of haar. Oké. Okay. Je geeft die een denkbeeldige hand en je bedankt die. En dan op het moment dat je die hand loslaat, verdwijnt de eigen beeld in energie en dat lost op. Gerecycleerde energie, dat komt terug in jouw energieveld en je bent dat niet kwijt. En dan de tweede uitdaging is, en dat is iets waar je continu aan kan timmeren. Dat is nooit af. Nooit. Als dat af is, dan ga je dood. Ja? Dan zegt de ziel, bye bye, ik heb het hier gehad. Dus, een nieuw eigen beeld. Wie wens je te zijn? Pas op, daar zit een addertje onder het gras. Pas op. Niet te grote doelen stellen. Kleine. Ja? Bijvoorbeeld, je vindt dat je lichaam wat te veel vet heeft, wat minder. Niet super slank. Want dan ga je toch ongeloof op plakken, dan ga je toch wantrouwen, waardeloos zijn, blablabla, dat gaat mij niet lukken, blablabla. Zie jezelf al minder dik. Als je niet tot daadkracht geraakt, je hebt ideeën zat, maar je gaat niet tot daadkracht, dan zie jezelf al kleine dingen doen die je lang uitgesteld hebt en hoe je daarbij voelt. Dat is belangrijk. Hoe je erbij voelt. Je ziet het nog voor jou geprojecteerd. Dan sleutel maar aan dat eigen beeld. En dat eigen beeld kan je elke dag bij opvoeden. En je kan je laten inspireren door mensen rondom jou. Door dingen die je leest, dingen die je ziet.
op filmpjes, op YouTube, op weet ik veel. Dat kan een manier zijn van staan, dat kan een manier zijn van zich uiten, van beweging, van omgang met mensen, hoe ze zich uitdrukken. Dat kan een creativiteit zijn, dat kan, we inspireren elkaar continu. En dat is de bedoeling. Dus neem een paar dingen. Maximum een vijftal. Niet te veel. Want dan heb je er weer geen overzicht. Niet te grote dingen, niet te grote sprongen. Klein. Schaaf jezelf bij. Jij bent nu jezelf aan het opvoeden wat je ouders niet voor jou gedaan hebben. Wat je opvoeders niet voor jou gedaan hebben. Waar je je hele leven tegen al gevochten hebt. En nu kom je tot de conclusie. Oh, dat is niet wat ik wil. Dat is wat ik wens te zijn. En dan belangrijk, hoe voel je je daarbij? En natuurlijk zijn er ook eigenschappen waar je heel gelukkig mee bent. En dat je heel tof vindt aan jezelf, stik die er ook maar altijd bij. Of die zitten er eigenlijk al bij. En je hebt nog altijd je ogen dicht. Dus neem je tijd. En weet, geen angst. Het gaat niet geëindigd zijn. Hè? Vandaag, je kan dat elke dag. Meerdere keren zelfs op een dag. Ik doe dat meestal 's avonds voordat ik ga slapen. Wie was ik vandaag? Maar wat heeft mij geïnspireerd? Of wie heeft mij geïnspireerd om nog te veranderen? Wat kan ik nog veranderen aan mijn eigen? Dat kan iets van karaktereigenschap zijn, een stand van het lichaam, eten, weet ik veel, dat kan van alles zijn. Ja, dus onbeperkt. En dan mensen, het belangrijkste wat je dan nu, de volgende stap gaat doen, je laat dat eigen beeld in je lichaam binnenstappen. Waarom? Omdat elke cel in je lichaam moet weten wat je wenst. En dan gaat dat naar het onderbewuste. En dus je laat dat eigen beeld in je stappen met dat gevoel. En je probeert dat te voelen, hoe dat al is, hoe dat het is, hoe dat jij dan wenst. En dat is heel belangrijk. Als je dat niet kan, dan kan je je eigen beeld niet bijschaven. En ik ga je een voorbeeld geven. Hou je ogen gesloten. Stel je voor dat je in een zwembad zit. Dan zit je jezelf niet in een zwembad, nee, je zit in het water. Je voelt je lichaam lichter worden, want dan word je gedragen door water. Je voelt jezelf floten, drijven. Je voelt gewichtlozer. Je voelt het water elk deel van je lichaam aanraken. Je zit er middenin. Dat is het enige wat effect heeft. Als je jezelf in een zwembad ziet in de verte, dat is het niet. Daar begin je wel mee, maar je moet eindigen in het water. Dus dat is met het eigen beeld hetzelfde. Je begint met je eigen beeld. En dan laat je het in je lichaam binnenstappen. En wij doen dat met regelmatig in de dag. Bijvoorbeeld. Je staat op en je denkt, wat ga ik vandaag koken? En je hebt zoiets van, oh, spaghetti. Ja, dat lijkt me een goed idee. Dan proef je eigenlijk die spaghetti aan. Is dat niet zo? Denk je, oh ja, spaghetti zou goed zijn en je hebt die smaak niet in je mond, kan het veel minder kans dat je die dag spaghetti gaat eten. Als je die spaghetti al proeft, als je die al bijna aan het eten bent, gegarandeerd, ook al heb je geen tijd om te koken, gegarandeerd dat je iemand opzegt, je hebt te veel spaghetti gemaakt, mag ik dat eventjes komen brengen? Want ik weet dat je druk hebt. Ik heb dat al duizenden keren ervaren. Ik hoef maar te denken van, goesting in. En ik proef het al bijna en nog geen uurtje later zit het op mijn bord. Op een of andere manier gebeurt dat. Een vriendin belt me op, zegt, ik moet even naar de winkel, moet ik iets voor u meebrengen, bla 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 bla. En het is er. Ja, dus de moment dat je het waarneemt binnenin, dan maakt je onderbewust een shift.
En dan werkt je met de wet van aantrekking, maar dat is een ander verhaal. Dus het is heel belangrijk dat je dat eigen beeld kunt laten binnenkomen. Binnen in het fysiek lichaam. Dat lichaam is driedimensionaal. Dat is een pak, mensen. Dat is een biologisch pak. Dat heeft een bewustzijn en een onbewustzijn. En dat onbewustzijn moet, die database, die kun je enkel veranderen als je met beelden, met verhaaltjes en emoties werkt. Dus je nieuw eigen beeld is een beeld. Je vertelt, voilà, dat en dat en dat wil ik gaan veranderen. Maar die heeft ook emoties, die heeft ook gevoel. Je kan fysieke gevoelens hebben, maar je kan ook emotionele gewaarwordingen hebben. Dus zet dat er allemaal netjes bij en dan laat je dat in je lichaam binnenstappen. En nu, toepassend op Skyway, laten we nog één eigen beeldje bijzetten. Zie jezelf nu staan. Hoe dat je tegenover Skyway staat, bijvoorbeeld. Ik zou meer mensen willen aanbrengen. Of ik zou het dus heel graag aan mijn vrienden willen vertellen of mijn familie. Maar ik durf niet. Ha, die gaan me afwijzen, die gaan me tekort, die gaan me uitlachen, bla bla bla. Dat is jouw oud eigen beeld. Geef die haar hand, een goede shake. Bedankt voor die ervaringen, bedankt, bedankt. Niet afwijzen, niet veroordelen, heeft geen zin. Gewoon bedankt voor die ervaring. Nu zit ik er al lang genoeg in. Ik zit al 3 jaar met die wens en nog doe ik de stap niet. Oké. Of je hebt bijvoorbeeld al heel wat mensen verteld, maar niemand heeft je serieus genomen. Of je hebt al heel veel mensen verteld en je hebt er al heel veel ingeschreven. En nu ben je stilgevallen. Nu weet je niet meer wat je moet doen, want je moet nu naar mensen gaan die je niet kent. Vind je niet tof? Mensen die je kent, die vertrouwen jou, dat vind je tof. Maar mensen die je niet kent, niet tof. Dus daar ga je niet. Dat is je oud eigen beeld. Dat wens je niet. Je wenst altijd te evolueren. Dus geef die de hand, zeg bye bye. Zet er een nieuw eigen beeld neer. Die dat wel durft zeggen tegen de familie. En dat de familie dat echt leuk onthaalt. Maar wat is dat juist? Amai. Ja, dat wordt tijd, zeg. Een nieuw transportsysteem. Amai, we zijn al 100 jaar met hetzelfde bezig. Een verbrandingsmotor. En ja, we hebben nu met de lockdown wel gezien, als er geen auto's rijden, dat de natuur zo knap zich herpakt. Wauw. Ja? En mensen reageren er positief op. Mensen die er al zijn, mensen verteld hebben en ingeschreven hebben, die kunnen zeggen van oké, cold market, no problem. Ik kan er blijven enthousiast. Oh, dat is makkelijk. Oh, tja, dat is hetzelfde als ik dat vertel tegen vrienden, want hetzelfde enthousiasme. En mensen die het verteld hebben waar geen reacties gekomen, hoe voelt dat dat mensen reageren? Want zeg, ik krijg ineens telefoontjes van zeg, je hebt mij een jaar geleden over iets verteld. Dat was eigenlijk wel interessant. Kun je mij daar nog iets meer van vertellen? Want ik wilde eigenlijk wel iets doen. Ik had toen geen geld, maar nu heb ik iets, weet ik veel, ergens iets gewonnen of gekregen of ontvangen. En ik zou daar toch wel iets in willen investeren. Hoe voelt dat, mensen? Wie ben je dan? Nieuwe ik, die nieuwe ik, die nieuwe. En zie je zelfs rondjumpen van plezier en yes! En dan laat die nieuwe ik, dat nieuw eigen beeld in jouw lichaam binnenstappen. En hoe voelt dat? Nog niet de ogen open doen. Hoe voelt dat? Zodat elke cel te weten komt wat jij wenst. En dat gevoel binnen laten doordringen. En daarvan genieten van wauw, zo voelt dat. En dan de moeilijkste stap. En zeker voor de mensen die heel hard in de linkse hersenhelft leven, die in dat realistische, analytische, beredenerende leven, is nu je ogen open doen. En met die nieuwe ik het leven toekijken. Dus vanuit jouw lichaam. Want ik ben niet meer die een oude.
die niet durft spreken of die geen succes heeft of die is stilgevallen. Maar ik ben die nieuwe ik. En dan kijk eens rond hoe je dan naar de wereld kijkt. En hoe je je dan in de wereld voelt. Maakt niet uit wat de realiteit nu is. Laat die even voor wat die is. Dat is al gedaan. Dat is al verleden. Dat heb je nu herschreven. Daar geef je niet meer veel aandacht aan. Je geeft nu aandacht aan dat wat je wenst. En dan probeer je ook dagelijks je eraan te doen herinneren. Bijvoorbeeld, die eerste persoon die het niet durft zeggen, die niet naar zijn familie durft stappen, vanuit die nieuwe ik, stuur een sms'je. Ook al krijg je de deksel op je kop, dan weet je, oh, dat is nog een overblijfsel van mijn oude ik. Daar geef ik geen aandacht aan. Je bedankt die persoon voor het berichtje en dat is no problem. En je probeert het opnieuw. Want die nieuwe ik vindt afwijzing niet zo erg. Je begrijpt dat. Ik heb mensen die ik daar jaren geleden verteld heb, Skyway, en die nu mij pas contacteren. So what? Iedereen heeft zijn tempo. Ik neem dat niet persoonlijk. En dan degene die het gezegd heeft en afgewezen. Die schrijft toch berichtjes van, hey, we weten dat we dat en dat al zijn aan het bouwen en dat we daar en daar al zitten. Of dat we foto's gewoon van de dingen die Junitske met ons deelt. Op je Facebook dan krijg je reacties. Stel je voor dat diezelfde mensen die je afgewezen hebben, je contacteren en zeggen, hey, wauw, is toch wel knap wat jullie bezig zijn. Wat was dat? Hoeveel kostte dat? En dan degene die jou heel veel mensen ingeschreven en aangetrokken hebben en die stilgevallen zijn, die bijvoorbeeld problemen hebben met cold market of weet ik veel wat, en die stellen zich voor van, ik ga gewoon neerzitten en ik begin eraan. En dat gaat een succes zijn. Yes? Want iedereen heeft graag succes, maar alles wat je doet, dat is gewoon zo. En dan kijk rond in jouw omgeving, de kamer waar je zit, of het terras waar je zit, ik weet niet waar je zit op dit moment. En bekijk die wereld vanuit die andere ogen, vanuit die nieuwe ik. Zeer belangrijk. En dan heb je, wauw, een andere ervaring. Daar shift iets van binnen. Ik heb dit ook al jaren toegepast, deze oefening. En nog niet zo lang geleden met die 6-jarige hier bij mij hier in huis toegepast. En je ziet die kerel veranderen. Die woont hier nu bij mij, samen met mij, 2 maanden. En dat is een heel ander kind. En we hebben deze oefening misschien 4 keer gedaan. En dat is een heel ander kind. En zelfs ik merk het niet op, maar de omgeving merkt het mee op. En je ziet het ook aan zijn uitdrukking, zijn houding. Het was een zeer introvert kind, een bang kind, een uitvluchtzoekend kind. En nu is dat, die fietst hier rond, die kroost, die is enthousiast, die is nu zelfs luidruchtig, dat was hij ervoor zelfs niet. Dus het brengt verandering. En niet alleen bij kinderen, maar ook bij grote mensen. Ik geef dat al 20 jaar begeleiding met mensen en ik zie mensen shiften. Maar ze moeten het doen. Dus als je nu deze oefening 1 keer met mij doet, dan gaat dat natuurlijk niet zo'n resultaat geven dan als je regelmatig denkt van, hé, tja, wat kan ik nog aan mijn eigen veranderen? Wat wens ik nog te veranderen? Wie wens ik nog te zijn? Welke persoon ben ik gelukkig mee? Ik heb het jaren geleden zelf ook gedaan. Ik was een muurbloempje, een workaholic. Ik cijferde mijn eigen weg. Ik was codependent, pleaser tot en met. Mensen misbruikten mij. En uiteindelijk ben ik deze geworden die ik nu ben.
En dat is alleen omdat ik mijn eigen heb opgevoed. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. En ik stop daar niet mee. Ik vind dat zalig om te doen. En wat kies ik nu als activator in mijn leven? Wie wens ik te zijn in mijn lichaam, bij mijn familie en vrienden, bij mijn collega's, in mijn leven, in de wereld? En het is vooral, hoe voel ik mij daarbij? Vanuit welke emotie start je? Start je vanuit een onaangename emotie? Gegarandeerd kom je terug in die put waar je uit probeert te klauteren. En je voelt je ook niet happy. Ja? Je bent niet dat schijnende, happy, stralende wezen dat je eigenlijk bent, als je happy bent. He, dat zie je heel goed bij mensen die verliefd zijn. Dan zeggen mensen, amai, je straalt. Oh, niet voor niks, je bent verliefd. Maar dat is, verliefd zijn is een verbinding aangaan. Delen en ontvangen, vertrouwen, geloof. Dus alles wat je erin steekt, allemaal aangename emoties. En dat kun je ook doen met in verbinding gaan, verliefd worden. Ik zeg altijd, ik ben verliefd op Skyway. Ik ben in verbinding daarmee gaan. Ik projecteer mijn geloof erop, mijn vertrouwen erop. Ik deel daar mijn krachten mee, mijn energie mee, mijn talenten mee. En dan schijn je en dan straal je en dan blijf je dat ook volhouden. Waarom? Omdat het van binnen ook blijft stromen. Dus hoe voel ik mij daarbij is zeer belangrijk. Dus voilà. Een winnaar die voelt dit van binnen. Die voelt zich verbonden, evenwaardig, veel, gewin. Open-minded. Die voelt zich wijs, die voelt zich vrij. Die vertrouwt, die gelooft. Die voelt zich waardevol, ontvankelijk. Heel belangrijk. Standvastig. Die voelt zich ook veilig. Die voelt veel liefde stromen. Het love you, love you gevoel zeg ik altijd. En dan... Je kan goed communiceren met wat je van binnen voelt. En je kan ook dat heel goed overbrengen. En ik zou zeggen, schrijf ze op. En als je ze niet allemaal kan ervaren, stapje bij stapje. Je hoeft niet de ene keer Superman of Superwoman te worden. Gewoon evalueren is het mooiste wat er is. Evalueren. Ga gewoon op ontdekking. Wat is dat verbondenheid als je dat niet kent? Wat is dat evenwaardig als je dat niet kent? Of het gevoel van gewin als je dat niet kent? Of veilig? Ik heb dat gehad. Ik kende het gevoel van veilig. Kende ik niet. Ik was in zo'n vijandige omgeving opgegroeid. 19 jaar. Als ik daar weg ben gegaan. Dan. Ik wist niet wat dat was veilig. Ik heb dat zelf ook moeten ontdekken. Communicatie, ik heb dat ook moeten ontdekken. En sommige dingen heb je hiervan, heel intens. Bijvoorbeeld standvastig had ik enorm. En nog altijd. Ik geloof ook. Wijs totaal niet, want ik was zeer zwaar dyslectisch. Dus ik dacht dat ik het domste wezen van de wereld was. Gewin kende ik niet, want geluk, dat kwam niet naar mij toe. Werd me alles eerder ontnomen. Verbonden, dat durfde ik niet. Vertrouwde geen kat. Maar ik heb die ook allemaal moeten ervaren. We gaan rondkijken. Hoe doen mensen dat? Hoe voelt dat? Dus als je hier maar een paar van hebt, ga niet onmiddellijk bij de pakken zitten. Maar zoek en kijk en leer van anderen. En word je bewust dat je de juiste meesters kiest. Hè. Zoek mensen die het kunnen. Hè. Je gaat niet aan iemand die gescheiden is vragen hoe je je relatie moet fixen. Hè. Je gaat niet aan een arme vragen hoe je rijk moet worden. Je gaat niet aan iemand vragen die al heel wat verloren heeft hoe je iets moet opbouwen. En je hebt zintuigen naar mensen, horen, kijken, vragen en evalueren. Daar gaat het om.
En of jullie wel of niet blijven evolueren. Iedereen blijft evolueren. Voilà, dat was het einde van het verhaal voor vandaag. Jullie kunnen dat opnieuw en opnieuw doen. Als er nog vragen over zijn, u weet mij te vinden. Met heel veel plezier sta ik jullie bij. Ik heb dat met heel veel plezier doorgegeven, omdat het mij ook enorm, enorm heeft doen shiften in mijn leven. En ja, dat wens ik heel graag heel veel mensen toe. Opnieuw en opnieuw, al jaren een stuk. Dus de volgende is doorzetting en motivatie. Je eigen blijven motiveren en doorzetten. Er zijn trucs voor mensen. Dat is niet zomaar een mentale iets. Dat kun je in je onderbewuste ook weer programmeren. En dan het laatste is doelgericht. Dus dat je iets voorstelt en dat je in je onderbewuste dat blijft voorgaan. En wat je tegenhoudt en hoe je je doel kunt bereiken. Dat zijn de volgende. En welke data's? Dit zijn de data's. Dus vandaag is gedaan. De volgende is 14 mei, telkens om 7 uur. Voor mij is dat 6 uur, want ik zit in Portugal op dit moment. En dan de volgende is donderdag 28. Mei moet er nog bij staan, zie ik. En ook weer om 7 uur 's avonds. En dat was het voor deze keer. Bedankt voor jullie interesse. Het was heel leuk dat jullie erbij zijn. Ik zou zeggen, doe er iets mee. En als jullie interesseert, tot de volgende, de 14e mei om 7 uur. Dankjewel. Zijn er nog vraagjes? Praktisch? Ik zie dankjewel, dankjewel. Knap gedaan. Bedankt. Superleuk. Ik wil dit nog wel herhalen. Hou je gezond, zeker weten. Dat creëren we zelf. Dankjewel, Luc. Jij ook. Jullie ook allemaal. Als er nog vragen is, tot de volgende. Dank u, Kat. Dank u. Graag gedaan. Dus als jullie moeilijkheden hebben, bijvoorbeeld mensen die graag zouden gekomen, meegedaan hebben en die kunnen niet op een donderdag, willen we dat ook wel eens op een andere dag doen. En laat het mij maar weten. Jullie kunnen mij... Jullie weten mij te vinden. Vladi, heb jij nog iets te vertellen? Heb jij nog een... Kunnen we de PowerPoint herbekijken? Cool. Ja, ik kan jullie opsturen. Dank u, Kaat. Dank u. Oké, goed. Mensen, hou jullie goed. Fantaseer erop los. Gebruik je fantasie. Gebruik je gevoel, gebruik je creativiteit en word de persoon die je graag wenst te zijn. Tot de 14e mei. Dag!